Zover. Ik ben er weer speciaal voor jullie. Het kan niet op. Het geluk wat wij hier beleven met z'n allen. Nou, helemaal leuk. Mensen, bedankt voor het kijken alvast. Geef natuurlijk een duimpje omhoog. Dan zie ik jou de volgende keer weer. Doei. Zoals Nathan zou zeggen, smash zeker een likeje. Nathan, hou ermee op. En het schijt irritant. Inderdaad, ik zeg het gewoon hardop. Shout out naar jou. Yes. In ieder geval, mensen, bedankt dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Kelvlog video op mijn kanaal. Mijn naam is Kelvin. Zoals je kan lezen op mijn voorhoofd. Ik dacht dat ik deze pet kwijt was. Laat ik het zo zeggen. Dat ik hem kwijt was. Toen vond ik in één keer dit ding weer. Dan dacht ik, weet je wat? Fuck alle haters. Gaat gewoon dragen. Gaat gewoon rocken. Zoals de hippe straatmensen het zeggen. Rock die outje dan op de straat. Vandaag is een hele speciale dag, want ik ga weer iets nadoen. En niet zomaar iets nadoen, ik ga fantastische dingen nadoen. Ik heb natuurlijk wel eens musical.ly's nagedaan. Selfies nagedaan. Ik heb Snapchat nagedaan. Ik ben gewoon één grote naaper. Pak me dan, bitches. Ik ga vandaag nog meer dingen nadoen en niet zomaar. Ik ga, let goed op mensen. Ik ga vandaag thumbnails nadoen van YouTubers. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die niet weten wat een thumbnail is. Nou ja, dat zal ik je even uitleggen. Hier heb je zo een scherm van YouTube en dan zie je allemaal filmpjes en zie je allemaal plaatjes. Deze video had ook een plaatje. Dat thumbnail is video miniatuur, dat kan je instellen zodat je clickbait. Ja, snap het allemaal. Ontvlieg. Nee, maar je kan dus handmatig het plaatje instellen bij je video en dan je titel. Dus je hebt bijvoorbeeld titel is gewoon de prank op vriendin neuken met zuster en stiefbroer gaat fout. En dan moet je een plaatje doen van iemand die in elkaar geslagen wordt, want dan krijg je heel veel views. Gratis tips van Kelvin. Dus die thumbnails die worden over het algemeen gewoon gemaakt door de YouTubers. En die vind ik altijd fascinerend. Dus daarom dacht ik vandaag, hey jongens, we gaan ze gewoon namaken. We gaan het gewoon doen. I'm excited for this shit. It's gonna be good, man. Ik ga beginnen. Ik heb 5 thumbnails verzameld. Of in ieder geval Yard. Hallo Yard. Yard heeft 5 thumbnails verzameld voor mij. Ik ga ze nu bekijken en ik ga ze dan nadoen. Dus jongens, hebben we er weer zin in? Ik wel. Ik neem even een slok water en dan gaan we er helemaal voor. De eerste thumbnail is van Armo. Ja, deze is niet zo moeilijk. We beginnen met een gemiddelde thumbnail. Deze is niet heel heftig. Hij is gewoon op straat. Hij heeft een pleister. Hij heeft een outfit. Prima. Let's go. Ja, 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 ja. We gaan er weer voor, mensen. Het is weer zo'n dag waarin ik allerlei leuke dingetjes ga nadoen. Jazeker. En ik heb daarvoor een aantal dingen aan moeten schaffen. Kijk, ik maak geen crappy shit, weet je wel. Dus wat dat betreft, komt u maar. Het valt best wel mee. Wow, een pruik. I like it. Ik moet nog even wat shit halen van boven. De eerste thumbnail is van een jongen die wij met z'n allen gewoon natuurlijk kennen. Het is Armo, a.k.a. Robin. Wat Armo hier heeft, is niet zo heel erg moeilijk. Hij loopt op straat. Nou ja, dat kan ik ook zo gaan doen. Een rood hemdje, een rood petje en een pleister. Nou, dat wordt helemaal fantastisch. Ik heb hier een prachtig mooi rood hemdje. Nog nooit heb ik een rood hemdje aangehad. Een prachtig mooi rode pet, net zoals Armo. Pleisters. Dit zijn geen pleisters. Even kijken. Hier. Yes, bang bang, I got this, man. Volgens mij is het niet zo moeilijk wat ik nu moet gaan doen. Ik vrees in ieder geval niet. Ik ben niet aan het stressen. Weet je wat ik vaak had? Bij die musical.ly's nadoen. Weet je, dat is echt moeilijk. Dat moet ik echt. Dat is echt heftig. Alleen dit zijn gewoon momentopnames. Dus ja, weet je, je kan wel moeilijk gaan doen. Maar het valt allemaal wel mee. Zo, dit is echt een strak hemdje, zeg. Kijk eventjes. Kijk dit hemdje. Dit is gewoon een jurk. Kijk dan, dit is gewoon een jurkje. Ik heb gewoon een jurkje aan. Hoppakee. Gezellig gala met de girls. Yes, gezellig. Nou moet ik een pet op. Oh, hij heeft zijn pet echt achter op zijn hoofd. Zoiets heeft hij het. Lekker mijn jongen. Oké, dan heeft hij een pleister. Alleen die pleister zit echt fucking skeer. Armo, get your pleister game on point. Even kijken, welke kant heeft hij het? Links. Oké. Zo, dit is dit. Hier een pleister. Ja, maar hij heeft hem echt fucking kut erop. Hij heeft echt zo'n dun pleistertje ook. Ik kan gewoon dit doen. Ik weet dat dit niet dat echt heel dom is wat ik nu doe. Helemaal fantastisch. Deze ga ik hier ook doen. Zo, hoppakee. Lekker. Het is een beetje kut dit eigenlijk, hè. Aan de andere kant geef ik ook niet zo heel veel erom. Hij zit ook een beetje zo... Dit. Ik doe wel dit of zo. Oké, nu moet ik zijn blik moet ik even goed in orde hebben. Hij heeft denk ik zijn rechterhand. Ja, tenminste zijn rechterhand. Kijk hij een beetje zo. Wow, dit valt eraf. Nou, fuck it dan ook maar. Ik heb nu al zo'n scheid aan deze pleister. Zo, dit is beter. Hij moest een beetje skeer zitten. Ja, dit is perfect. Wow, hij zit net zo kut als bij hem. Ik ga gewoon zo naar buiten. Zijn hoofd is ongeveer zo. Oké, let's go. Oké, een beetje groen zo hier al. Oké, komt ie, ja? Ik heb net een paar van de meest ongemakkelijke poses ooit aangenomen. Alles voor de goede video. Alles voor de gelijkenis. Ik doe dit gewoon. Mensen, I got this. De volgende thumbnail die ik ga namaken is van een YouTuber. Ja, dat had ik niet verwacht natuurlijk, hè. Deze YouTuber is vrouwelijk. Het is de meest, nee, niet de meest bekende, maar wel groot YouTube vrouw. Hebben jullie het al door? Nee, ik niet. Ik wel. Het is Dionne. Dionne, als je dit ziet, hallo, welkom in mijn video. Ik heb deze thumbnail gebruikt zonder het te vragen. Dus bij deze zou ik nog even willen vragen, zou ik hem mogen gebruiken?
eigenlijk al te laat, dus je moet eigenlijk wel ja zeggen. Zo niet, stuur je MCN maar om af. Laat me komen. Ze heeft hier iets vast en blauwe nagels en dit wordt leuk. De volgende thumbnail is van Dionne. Zoals je hier ziet, heeft Dionne een aantal leuke dingen, zoals een blond kapseltje, een ijsje, blauwe nagellak, oftewel, I'm fucked. Oké, ik ga gewoon eventjes deze pruik opdoen. Ja, dat doe ik gewoon. Dionne, ik probeer hier niet mee te zeggen dat jouw haar lijkt op een pruik, maar ik heb zelf niet zulke mooie haren als jij, dus ja, dan ben ik geneigd om een pruikje op te doen. Abonneer op mij of abonneer op Dionne, it's the same goddamn thing, man. Altijd doe ik de pruik als eerste op en dan besef ik me, eigenlijk is het veel slimmer om de pruik gewoon als laatste te doen. Ik heb alvast wat voorwerk gedaan. Ik heb een prachtig mooi ijsje gemaakt van karton. Ja, jullie zien het. Het is prachtig. Ja, ik heb niet zo'n ding. Ik weet niet wat de fuck het is, maar ik heb maar dit dan. Yes. En ik heb natuurlijk blauwe nagellak. Als jij vaker naar deze show kijkt, dan weet jij misschien dat ik natuurlijk groot fan ben van nagellak. Ik ben zo fucking goed in nagellak. Is niet normaal. Zij heeft hem in haar linkerhand. Oké, dat is goed. Oké, daar gaan we, jongens. Dit wordt natuurlijk weer... Oh, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Het zit echt al... Nou, dit is fantastisch. Jezus, wat heb ik er ook veel op of zo. Dit is waarom je nooit beauty YouTuber moet worden. Want het is al moeilijk genoeg om je nagels te lakken. Laat staan op camera. Ik heb zoveel prut hierop gedaan. Oké, ze heeft de duim, heeft ze niet. Misschien wel de mooiste nagel die ik ooit heb gelakt, zoals je kan zien. Wow, echt heel lelijk. Oké, we gaan hem snel maken. Oh fuck, nou kan ik mijn pruik natuurlijk... Ah, oh, fuck. Niet te moeilijk doen, Kelvin. Gewoon opdoen. Zo. Waarom moet ik zo vaak een pruik op met deze video's? Ik moet zo vaak een pruik op doen. Oké, daar gaan we, mensen. Ik wil precies zo kijken als Dionne kijkt. Precies zo. Ik had eigenlijk nog een beetje eyeliner op moeten doen, maar dat heb ik niet, sorry. Oké, ze heeft dit ding zo. Haar hoofd zo ook. En dan een beetje voor haar oog. We almost there, people. We almost there. Wacht, ze heeft een tatoeage op de vinger. Jongens, ik moet dit perfect doen. Ze heeft een tatoeage op de vinger. Ik weet niet wat het is. Ik ga het gewoon maar na proberen te tekenen. Zoiets. I don't fucking know, man. Jullie weten het ongetwijfeld wel. Omdat jullie Dionne fans zijn. Daar gaan we. Mensen, dit wordt natuurlijk weer geweldig. Oh, maar ik ben hier best wel blij mee, hoor. Beetje zo doen. Beetje doen alsof hij bol is. Beetje zo. Volgens mij heb ik hem gewoon. I got this, man. Yes! De volgende thumbnail is van iemand die ik niet ken. Hij is dusdanig irrelevant tegenwoordig dat ik niet meer weet wie het is. Ik moet even heel diep nadenken. Oh, wacht. Ik weet het in één keer. Het is Eenhoorn Joost. Dit is een video van Joost van echt 1000 jaar geleden. Deze vind ik fantastisch. Hier heb ik nu al zin in. Dit wordt geweldig. Dit wordt echt geweldig. Oké, mensen. Joost. Joost heeft een thumbnail met een mega Mindy masker. En een witte pruik. Een roze t-shirt en een middelvinger. Waarom maak je het mij zo moeilijk, Joost? Waarom maak je het mij zo fucking moeilijk? Hier heb ik een roze shirt. Check. Waarom heb ik geen Mega Mini masker? Ik ga jullie even een geheimpje vertellen en tegelijkertijd ook waarschijnlijk diep teleurstellen. Ik heb geen Mega Mini masker. Het spijt me. Oké, ik probeer in deze video's zo vaak mogelijk echte overeenkomsten met het ding te krijgen. En dat lukt 9 van de 10 keer, maar vandaag is het mij helaas niet gelukt om een Mega Mini masker te krijgen. Dus ik heb iets bedacht, namelijk fuck jullie allemaal. Nee, ik heb bedacht dat ik gewoon een witte pruik op ga doen, een roze shirt aan, gewoon op de plek ga staan. En dan, ik ga er gewoon een masker bij editen, zo kan het gewoon, dat is prima. Zo, perfect, helemaal goed. Ik heb nog even een camerajongen nodig, want Joost heeft is geen vlogger. Dus hij zet de camera gewoon ergens neer en dan gaat hij het gewoon doen. Dus ik vraag mijn beste vriend Quinten Pol. Quinten! I know I'm looking goddamn hot today. Man, I wanna do you. What I gotta do? Gotta suck your dick? You gotta film. Je moet dit namaken. Ik dacht serieus dat het echt Mega Mindy was. It's Joost. Moet even naar het gras. En daar zijn we dan. You gotta do this, man. Come on. Oké. Onder. Zoiets. Het enige wat ik hoef te doen is mijn middelvinger omhoog doen. En dan iets lager. I think this is it. I think this is it. Karim. We zijn goed bezig. We zijn lekker op weg. We gaan de volgende tegemoet. Ja, zeker. Want we stoppen niet. We stoppen nooit, mensen. Het is net Zeus. Oh, laat de volgende thumbnail nou toevallig niet van Zeus zijn. Deze thumbnail is van de thumbnail koningen van Nederland. Nou, dat niet zozeer. Hoe kan ik het netjes omschrijven? Iemand die op regelmatige basis iets in zijn thumbnail zet waarvan jij als kijker denkt... Hey, klik. Ik heb het over Gio. Ja. Wow. Ik laat nu niks zien wat ik niet mag laten zien. Want het is gewoon een thumbnail van een video die waarschijnlijk 500.000 keer is bekeken. Dus ik ben niet strafbaar bezig. Kelvin, voor president. Deze thumbnail is echt heel moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. Oké, we gaan er maar voor.
De volgende thumbnail is een beetje gek. Alles al een beetje verzameld. This is all we need. So why don't you just grab this? Dit is hem. Man oh man. Je ziet het aangezicht toch bijna niet. Daarom, dat dacht ik ook. Jij doet gewoon een pruik op. This one's for you. We moeten hem zeg maar in drie delen dus maken. Oké, we doen eerst al die andere twee en dan die middelste. Ja, dit is geweldig. Dit is geweldig jongens. Ongelooflijk. Wow, echt zo hard op je reet slaan. Wow. Deze broek heeft gewoon ego. Oké, de eerste is dat ik eventjes vers voor mijn billetjes moet worden geslagen door een jongen genaamd Quinten. Ik vind het helemaal prima, weet je dat? Ik vind het niet erg als je man bent of vrouw bent of tussenin, je mag me altijd op mijn billen slaan. Nou, is niet waar. Oké, het is tijd om mijn billen te showen. Ha, tenaya! Ik weet niet wat ik doe, mensen! Als jij denkt dat het goed is, dan mag je er helemaal voor gaan. Nou, je mag wel even verse spanky geven als je wil. 3, 2, 1! Deel 1 van de thumbnail is geklaard, is helemaal goed. Mijn nagels zijn nog steeds blauw. Het is tijd voor deel 2 en die is niet zo heftig. Dat is alleen, zeg maar, Gio Hero. Een wit shirt. Ja, oké. I got this, man. Ik heb niets aan haarkleur. Oké, we komen in de buurt. En dan moet je dus je wenkbrauwen echt zo awkward mogelijk lachen. Yeah, man. I think this is it. Dan is het tijd voor het ultieme moment. We zijn er bijna. Dat wij zo ver gaan voor een leuke video voor de kijkers is niet normaal. Ik moet dit shirt even aan. Wow, you looking goddamn fine, motherfucker. Dit is echt een weirde. Deze shit is heftig, oké. Het shot is goed ofzo vanaf hier. Echt een rare. Dit is perfect, een beetje extra volume in je haar zo. Oké, dan moet ik dit doen. Doe mijn ogen dicht. Ik heb vandaag allemaal Aziatische gekke shit gegeten, dus ik stink ook echt uit mijn bek. Mensen, dit gaat gebeuren. What the fuck is his face doing? Ben je het al? Ja, I'm not even looking. Oké! Oké! Wow, hoe kom jij hier? Er was net een fucking lekkere chick hier. Nou is er een random dude hier, oh. Wat doe jij hier? Ik ga ze even in elkaar verwerken en dan ga ik kijken hoe het eruit ziet. Mensen, we hebben het allemaal even aan elkaar geknipt en geplakt en gedaan. Ik heb precies hetzelfde lettertype ongeveer bijna gevonden. En daaruit is gebleken dat hij gelukt is. Je ziet hem in beeld. Van de video, denk ik, deze. Je ziet hem in beeld. Hij is fantastisch. Het is ongelooflijk. We hebben het goed gedaan. We hebben elkaar bijna gekust. Als ik aan het terugdenk, krijg ik trauma's, dus dat doen we. Ik krijg gewoon een harde piemel van als ik aan terugdenk. Was aan de fatu. Dat is fatu kill. We hebben een volgende. Er is nog geen thumbnail die ik wil gaan nadoen. Jazeker, dat is geen verrassing waarschijnlijk. Ik blijf gewoon lekker doorgaan, jongens. Maar me niks uit. Ik ben gewoon zo'n doorzetter, toch? In het dagelijks leven noemen ze me ook wel doorzet, man. Het is van Nathan. In bad. Met een condoom over zijn hoofd. Waarom nou net deze? Nathan heeft zoveel thumbnails die niet zo belachelijk zijn als deze. We gaan het gewoon doen. Ik ben even thuis, samen met deze jonge heer. Hallo! What's good? Ik ben even mijn cameraman van vandaag. Ik moet namelijk de bad gaan zitten. Wat ik nodig heb voor deze is een blauw zwembroek, een condoompje en bad. Dat is het. Let's go! Oké, ik zou hier ergens een zwembroekje moeten hebben, mensen. Dat denk ik dan zo in mijn dagelijkse leven. Ja, ik heb hem. Blue swimbroek. Nou, vraag je natuurlijk af, hey Kelvin, hoe kom je nou aan condooms? Nou ja, het antwoord op die vraag is heel erg simpel. Die heb ik niet. Mensen, we zijn de condooms officieel kwijt. Oké, we hebben een oplossing gevonden. Totaal niet zo dat ik even beroep heb gedaan op de condoomstash van mijn huisgenoot. Deze vond ik gewoon in één keer ergens random. Dus we hebben hem. Oké. Ik geef jou de camera. You can do this. Get in the bathtub. Get the fuck in. Oké, mensen. Oh, dit is chill. Maar volgens mij is dit letterlijk al... Fuck! Condoom nummer 2, mensen. Mensen, we gaan het gewoon doen. Oké, Quint, zodra die goed op mijn hoofd zit, pak jij de camera. Oh, fuck! Ah! Ah! Fuck! Nou, mensen, misschien hebben jullie net niet kunnen zien, maar hij ging helemaal kapot. Dan laat hem gewoon lekker vallen op mijn hoofd. 3, 2, 1. Oh! Fuck! 3, 2, 1. Oh! Ja! 3, 2, 1. Oh crap, ik heb vast. 3, 2, 1. Oh! Ik ben nu echt op je gezicht, zeg maar. Ja! Ja! Oké, snel die positie! Mijn adem inhouden! Handen, ja. Zit op je reet. Ja, ja. Ja! We did it! Yes! Ik was helemaal vergeten dat ik hem na moest doen. Ik had hem op mijn hoofd en toen dacht ik, yes, ik heb hem op mijn hoofd. En goed dat jij zei, go, go, go! Go, 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 hand!
Now you deserve a nice warm shower. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het één groot feest. Ik ben er de volgende keer gewoon weer. Abonneer op mijn kanaal. Paprika's zijn nog steeds fantastisch. Ik ben hier niet meer met mijn paprika's, want die zijn vandaag niet van de partij. Doei, dag, dag. Mensen, ga ik mezelf weer voor mijn kop slaan omdat het fout is? Of heb ik het één keer goed? We gaan het gewoon zien. Yeah! Hey. I got this. I motherfucking got this. I got this, man. Weet je wat? Nu lijkt het net alsof ik fucking goede matties ben met Job en dat ik altijd de selfies check. Zo lijkt het nu. Dat is niet het geval. Weet je, was een gok. Was een gok. Oh, ik had het gewoon goed. Ik had het gewoon goed. Dutch tuber. Shout out, yes. And because I got it right, I deserve a piece of paprika. Kelvin, je bent nu lekker bezig. We gaan gewoon door.